zo laten schrikken. Ik zag dat mijn meisje haar eigen smoothie wilde betalen. Maar daar ben ik voor. Uit welke eeuw kom jij? Vrouwen hebben ook gewoon geld tegenwoordig, hè? Ja, dat weet ik. Maar ik betaal graag voor je. En wat ik nog liever doe, is vanavond samen met jou chillen. Ik bestel roomservice, jij mag een film uitzoeken. Of we kunnen een serie starten. Ja, er is echt niets wat ik liever zou willen, maar ik kan vanavond niet. Je moeder? Oh, nou, ik haal er wel over. Nee, maar die moet ik wel even terug hebben. Hey, ik ben stiekem dol van die foute romantische films. Jij ook, hè? Geef hem maar toe. Ja, je kent me zo goed. Maar ik moet leren vanavond. Je zegt altijd dat je moet leren. Ja, dat jij nu geen opleiding doet, dat betekent niet dat ik ook nooit huiswerk heb. Wacht maar totdat je aan kunstgeschiedenis begint. Nou, ik maak altijd tijd voor je vrij. Beloofd. Ik heb morgen weer een proefwerk en Duits grammatica blijft gewoon heel erg moeilijk. Nou, dan gaan we toch een Duitse film kijken? Of zo'n nagesynchroniseerde? Het is echt ziek grappig als van die bekende acteurs opeens Duits praten. Als ik nu mijn certificaten niet haal, dan blijf ik gewoon heel mijn leven dat meisje wat haar hele leven over de HAVO heeft gedaan. Oké, dan kom ik naar jou. Dan help ik je met leren. Nee. Ik kan me toch niet concentreren op Duits als jij in de buurt bent. Ga eerst zelf maar leren. En kom dan naar mij en dan overhoor ik je. Het is echt niet zo heel handig. Je bent het enige meisje dat zo weinig tijd in besteedt. Terwijl je niet eens fulltime naar school gaat. Wat doe jij met je vrije tijd? Oké. Ik ga eerst thuis even leren en dan kom ik naar jou toe. Eventjes.